welkom bij deze nieuwe video. Ik heb de goedkoopste make-up bij Bougie Shop gekocht. Voor de mensen die onder een steen hebben geleefd en geen idee hebben wat Bougie Shop is, daar ga ik echt niet van uit, maar het kan zo zijn. Bougie Shop is een van de grootste Nederlandse make-up websites. En ze verkopen echt een heleboel make-up en een heleboel verschillende make-up merken. Ik heb per make-up categorie gefilterd op de meest goedkoopste. En die heb ik gewoon allemaal besteld. Een aantal producten had ik al, dus als het iets was wat ik al had, ja, dan ga ik hem niet opnieuw bestellen. Dan ga ik die gewoon gebruiken uit mijn collectie. Maar dat waren volgens mij maar 2 producten. Voor de rest is gewoon alles nieuw en had ik niks. Dus ik heb het allemaal gekocht. Het zit allemaal hierin. En oh my god, het oogschaduwpaletje, I can't. Ik hou altijd heel erg van betaalbare make-up. Maar dit is wel echt extreem betaalbaar. Dus ik ben benieuwd of er een aantal producten bij gaan zitten die ik gewoon super goed vind, ondanks de hele lage prijs. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ga me helemaal opmaken met al deze nieuwe make-up producten. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze super goedkope video. Ik ga vandaag beginnen met mijn gezichtsmake-up. Dus niet met mijn oogmake-up. Ik begin altijd met mijn oogmake-up omdat ik altijd wel wat heftigere looks maak. Maar dit paletje die ik vandaag moet gaan gebruiken, ja, dat gaat echt niks heftig zijn. Dus ik ga gewoon vandaag lekker beginnen met mijn gezicht. En ik ga mijn gezicht primen. De goedkoopste primer was een primer die ik al had. Dus die hoefde ik niet te bestellen. En dat is de Essence Hydrating Skin Primer. Deze had ik al en dit is oprecht een hele, hele fijne primer. Vooral voor de mensen met een droge huid, zoals mij, deze hydrateert je huid zo erg fijn. En het helpt echt met je make-up langer en beter op je gezicht te laten zitten. Dus ik vind dit oprecht een hele fijne primer. Dus deze raad ik sowieso al gewoon gelijk aan. Hij ruikt ook echt heerlijk, oh my god. Oké, dan de goedkoopste foundation. Ik zag die foundation en ik dacht, deze kleuren jongens, allemaal super licht. Ik heb gewoon alsnog besteld, maar ik weet niet of ik hem ga gebruiken. Dat is de Catrice All Matte Foundation. Dit is de kleur 027 Amber Beige. Maar kijk even dit. Ik weet niet wat. Ik heb de laatste tijd met te lichte foundation. Volgens mij heb ik al een te lichte opgedaan in de afgelopen 3 video's of zo. Maar hier kan ik echt helemaal niks mee. Dit is echt veel en veel te licht. Dus deze ga ik niet gebruiken. Ik wil jullie niet teleurstellen. Maar ik kan dit gewoon niet gebruiken. De kleur komt totaal niet overeen met mijn gezicht. Dus ik ga een foundation gebruiken van mijn collectie. Omdat dit Catrice is, ga ik ook een Catrice foundation gebruiken. En ook een hele goedkope. En dat is de Catrice True Skin Foundation. En ook dit is een hele goedkope foundation, maar super super fijn. Deze is ook heel fijn voor de droge huid, omdat hij ook hydrateert. Blijft de hele dag goed zitten, echt amazing. Ik heb de kleur 039 Warm Olive. Kijk even het verschil met deze 2 kleuren. Kijk, mijn echte huidskleur en deze kleur. Ja, dat zou gewoon echt niet hebben gewerkt voor mij. Kijk even hoe mooi deze foundation is. Hoe doen ze dit voor 6 euro? I can't. Ik snap gewoon niet hoe ze dit gewoon kunnen doen. Echt prachtig. De kleur is ook echt amazing. By the way, toen ik filterde op de website op de goedkoopste make-up, was ook af en toe het goedkoopste make-up product een product die was in de sale. Maar die heb ik dan overgeslagen. Want ik wilde echt dat de originele prijs de meest goedkope was. En dat was met die sale producten niet. Dus die heb ik allemaal gewoon overgeslagen. Even kijken. Dan ga ik ook cream contouren. Het goedkoopste cream contour paletje was dit paletje van Technique Cosmetics. Dus ik ga even gewoon hiermee mijn gezicht contouren. Het is wel een heel klein paletje, maar ik vind het wel cute. Handig voor to go, want de meeste paletjes zijn echt super groot. Dus dit is handiger voor op reis en zo. Niet dat we nou op reis kunnen, maar you get what I mean. Dit zijn alle kleuren die je krijgt. Hier beneden heb je contour kleurtjes en highlight kleurtjes. En daar heb je wat color correcting kleurtjes. Mocht je dat willen, maar dat doe ik persoonlijk nooit. Het zijn wel vrij lichte kleurtjes, maar goed. Ik ga deze donkste kleur gebruiken om mijn gezicht mee te contouren. Ja, ik gebruik normaal een iets donkerdere kleur, maar op zich kan dit wel. Het is niet echt heel creamy, het brengt een beetje stroefjes aan. Er komt ook niet heel veel van af. Ik moet best wel vaak weer terug in het paletje gaan. Oké, mijn neus sla ik over. Ik doe zo echt alleen maar mijn gezicht. Oké, dan ga ik blenden. Mensen, dit is zo stroef. Oh my god. Ik heb ook echt het gevoel dat het de make-up die eronder zit een beetje ervan afhaalt. Oh my god. Oké, de kleur is op zich gewoon wel mee te werken. Het is oké, maar het is echt veel te stroef. Het blendt echt absoluut niet goed uit. Het brengt heel irritant aan. I don't like it. Dit paletje is echt een no voor mij.
No. Dan ga ik verder met concealer. De concealer die het goedkoopst was, was een concealer die ik al had. En dat is de Catrice Liquid Camouflage Concealer. Ik heb deze in de kleur 015 Honey. Deze concealer gebruik ik al no joke jaren. Al vanaf het begin van mijn kanaal, als je helemaal teruggaat naar een van de eerste video's, gebruik ik hem al niet. Deze, want die andere is al op, obvious. Dit zijn nieuwe. Maar deze concealer is echt een van mijn faves. Hij heeft echt een volledige dekking. Hij voelt super fijn aan op de huid. Dit is echt nog steeds een van de beste goedkope concealers. Dan ga ik baken met losse poeder. De goedkoopste losse poeder was de Get Baked poeder van W7. Deze poeder, ik herinner me dat ik hem ooit heb gehad. En ik heb hem ook ooit getest in een video. Volgens mij vond ik hem wel goed. Ik herinner me niet meer echt heel goed eigenlijk wat ik ervan vond. Dus ik heb hem gewoon opnieuw besteld. Ik weet ook helemaal niet of ik hem al heb. Misschien daar in de kast achter. Maar ja, ik heb hem gewoon alsnog besteld. De kleur ziet er op zich gewoon goed uit. Een beetje zo heel licht geelachtig. Dus ja, ik ga eventjes hiermee baken op alle plekken waar ik concealer heb aangebracht. Ben ik de enige die altijd heel dit ding eruit haalt? Ik vind het altijd zo irritant. Ik wil altijd gewoon gelijk ingaan in de poeder. Nou, deze poeder is echt heel mooi. Hij is heel smooth. De kleur is echt perfect. Hij is heel mat. Hij maakt mijn gezicht echt heel mat. I like it. Ik snap niet waarom ik hem hier niet heb liggen in mijn vaste collectie. Want hij is dat best wel waardig, zeg maar. I like it. Ik ben best wel enthousiast over deze poeder. Ik ga even een foto maken met Flits om te zien of ik flashback heb. Nee, er is niet echt flashback, dus dat is top. Ik vind het echt een fijne poeder. I like it. Deze gaat gewoon nou echt in mijn vaste collectie. Lekker goedkoop ook, daar houden we van. Oké, nou ga ik mijn gezicht poeder contouren. En qua poedercontour was ook de goedkoopste dit paletje van Technique. Dus ik hoop dat deze beter gaat zijn dan hun contourpaletje. Kijk even het verschil in grootte. Ik snap niet waarom het ene paletje zo groot is en de andere zo klein. I don't know. Zo, dit zijn dan alle kleuren die je krijgt. Ook heel veel lichte kleuren. Ook weer een best wel licht paletje. Over het algemeen. Ik ga deze kleur gebruiken om mee te contouren. Voor een contourpaletje is het wel apart dat er maar letterlijk één contourkleur in zit. Deze oranje kleur, ik weet niet wat je hiermee moet doen. Deze kleur is echt veel te warm. Kunnen we zien hoe oranje dit is? Het is gewoon nog net niet echt gewoon oranje. What the F is dit? Oh mijn god, ik heb hier nou echt veel te veel aangebracht. Oh, I don't like it. Oh, het blendt echt helemaal weg. Oké. Normaliter is dan niet iets goed, maar omdat ik de kleur echt niks vond, vind ik het wel fijn dat het gewoon nou wegblendt. Zo, de contour is echt gewoon helemaal weggeblend. Je ziet hem nog wel een beetje, maar ik had best wel veel aangebracht. En ja, dan had er nog best wel wat moeten zitten. Maar het is gewoon alsof ik maar een heel klein beetje heb aangebracht. Maar ja, nogmaals, omdat ik de kleur helemaal niks vond, vind ik het wel fijn dat het een beetje is weggeblend. Dan ga ik ook een beetje highlighten. Ik ga deze highlightkleur hier pakken. En die een beetje hier aanbrengen om het hier zo extra te verlichten. Nou jongens, ik hoef denk ik niet te vertellen dat ik dit paletje ook echt helemaal niks vind. Nogmaals, er is maar één contourkleur in een contourpaletje. En deze kleuren hier, die twee zijn gewoon echt de same. Lijken heel veel op elkaar en die twee ook. Het is gewoon alsof er gewoon twee keer dezelfde kleur in het paletje zit. Ja, ik weet niet wat je hiermee moet, maar ik vind helemaal niks. Ik ga nou even mijn Maximal Fixing Spray sprayen om alles te zetten. Nou, ondanks alle slechte contourpaletjes ben ik alsnog wel blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. En dat komt obvious vooral door de foundation, de concealer en de poeder. Die drie waren echt top. En als die drie producten goed zijn, dan ziet je gezicht er altijd wel gewoon goed uit. Als één van die producten of alle drie niet goed zijn, dan is je hele gezicht echt gewoon verpest. Ik gebruik by the way altijd de NYX oil voor mijn lippen. Oké, ik denk dat we voor nu even stoppen met mijn gezicht. We gaan zo verder, maar ik ga nou beginnen aan de ogen. En dit paletje, ja, ik ga echt een ooglook maken in echt een minuut, want ik kan hier gewoon helemaal niks mee. Ook van Technique Cosmetics heb ik hier het Mega Matte paletje. Wat is dit? Dit is echt het meest cheap-ass paletje ever. Hij is ook cheap, maar zo ziet hij er ook echt uit. Je gaat ook in de video van vandaag best wel vaak dezelfde merken terugzien, omdat dat nou eenmaal gewoon de goedkoopste merken zijn. Kijk even dit paletje, jongens. Je kunt gewoon al zien, voordat je het überhaupt hebt gebruikt, dat hier gewoon totaal geen pigment in zit.
Oh my god. Nou ja, ik ga het gewoon gebruiken en ik ga gewoon hiermee een hele simpele ooglook maken. Ik overdrijf niet als dit echt een ooglook wordt die ik heb gemaakt in 3 minuten. Ik ga beginnen met deze bruine matte kleur hier. Alle kleuren zijn bruine matte kleuren. Even kijken, ik gebruik hier voor mijn Zoeva 227 platte fluffy kwast. En dan ga ik die kleur gewoon zo aanbrengen over mijn hele ooglid. Ja, er komt echt bijna niks vanaf. Ik vind de kleur wel heel mooi. Het is een hele mooie bruine kleur. Dan ga ik de look iets donkerder maken met de donkerste bruine kleur uit het paletje. Die kleur breng ik aan met mijn Zoeva 224 Fluffy Quast. Ik pak een heel klein beetje. En die kleur ga ik vooral aanbrengen hier zo in de hoek. Oh, daar komt op zich best wel wat pigment vanaf. Oké. Okay. En die donkere kleur ga ik dan ook een beetje aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan blend ik het uit met die lichtere bruine kleur. Dan pak ik deze beetje gelige matte nude kleur. En die kleur ga ik een beetje zo losjes aanbrengen op mijn ooglid. Vooral vanuit de binnenste hoek tot aan het midden. Om het een klein beetje te verlichten. Gewoon een heel klein beetje. Zo, en dit was het dan. Dit was dan de ooglook. Dit is echt een super makkelijke ooglook. Ik heb like 3 kleuren gebruikt. Zoals ik al wist van tevoren is dit niet echt het beste paletje. Maar het heeft een oké bruine ooglook gemaakt. Ik doe ook even een nude oogpotloodje in mijn hele onderste waterlijn. Om mijn ogen een beetje te vergroten. En dan heb ik ook een nieuwe liquid eyeliner. De goedkoopste was deze liquid ink eyeliner van Essence. Deze zijn echt best wel fijn. Dus I like it. Ik heb ook de waterproof versie hiervan. Dit zijn echt fijne, goedkope eyeliners. En ik ga even hiermee een wing maken. Deze eyeliner is zo ontzettend fijn. Voor zo'n lage prijs echt niet te doen dit. I love it. Ik heb deze winged eyeliner zo makkelijk gemaakt. Hij is super zwart, super mat. Hier is hij nog een beetje aan het opdrogen. Maar je kunt hier al helemaal zien dat hij helemaal mat wordt. I love it. I like it a lot. En de goedkoopste mascara was ook van Essence. Dit is de Essence All Eyes On Me Multi Effect Mascara. Essence staat altijd wel bekend om hun goede mascara's. Maar deze heb ik nog nooit getest. Al ziet hij er niet echt heel veelbelovend uit. Nou, ik moet toegeven dat hij niet zo slecht is als dat ik van tevoren verwachtte. Maar hij is ook echt absoluut niet goed. Dus ik raad hem niet aan. Ik raad echt de Essence Lash Princess Mascara aan. Deze is echt mijn fave. En ze zijn toch allebei ongeveer even duur. Deze is misschien 2 euro meer of zo. Als nep wimpers gebruik ik de nep wimpers van mijn eigen collectie. In samenwerking met Boozy Shop. En dit zijn de Fab Lash Wimpers. Deze ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, I'm back. Wimpers zitten er helemaal op. Ik heb ook de mascara gebruikt voor de onderste wimpers. Voor de onderste wimpers is hij ook helemaal niet fijn. Ondanks het slechte oogschaduwpaletje ben ik best wel blij met de look. Dit is echt zo'n look die ik zou maken in mijn vrije tijd. Maar dan met een iets beter oogschaduwpaletje. Oké, okay, nou ga ik mijn gezicht bronzen. Ik heb een nieuwe bronzer. Ook van Essence. De Natural Glow Bronzer in de kleur 01 Warm Tone. Ook dit is volgens mij een bronzer die ik ooit heb getest, maar niet meer echt weet wat ik ervan vind. Hij ziet er wel heel mooi uit. Het is een matte bronzer, dus ja, die ga ik gewoon even aanbrengen. De bronzerkwast die ik gebruik is Boozy Shop UP02. Ik denk wel dat het een iets te lichte kleur gaat zijn, ja. Het is echt een te lichte kleur voor mij, want ik zie ook een beetje zo'n grijze waas. Kijk, je kunt een beetje zo die grijze waas zien. Ik hoop dat jullie het ook kunnen zien. En dat houdt in dat een kleur echt te licht is. Maar ik ga hem gewoon alsnog aanbrengen, want ik moet echt een beetje dit hoofdje van mij bronzen. Nou, de bronzer brengt op zich wel gewoon fijn aan. Dus ondanks de beetje te lichte kleur vind ik dan oké bronzen. Van blush heb ik hier deze Wet n Wild blush in de kleur Mellow Wine. Dit is een hele hyped up kleur. Mellow Wine blush van Wet n Wild was echt volgens mij een aantal jaar geleden of zo een hele hype. Dit schijnt een hele mooie kleur te zijn, dus ik ben benieuwd. Volgens mij heeft het een satijnen finish. Het staat er verder niet op of zo wat voor finish het heeft. Maar ik zie dat hij niet helemaal mat is, maar ook niet glanzend. Ik denk een beetje satijn. En de kwast die ik gebruik is ook van Boozy Shop. De kwast UP05 Blush Kwast. Deze Pro collectie van hun. Pro kwasten set collectie. Is echt amazing. Dus als je nog goede kwasten zoekt, deze raad ik zeker aan. Oké, ik heb een beetje veel gepakt. Oh my god, ik weet niet waarom ik dat heb gedaan. Oeh, de kleur is mooi inderdaad. I like it. Het is een beetje heftig, maar ik heb echt veel gepakt. Ik weet echt niet waarom ik dat deed. Ik bleef er gewoon maar ingaan.
I like it. Ik hou wel van een beetje een heftige blush als de ooglook heel minimaal is, zoals vandaag. Ach jongens, wie hou ik hier voor de gek? Ik doe mijn blush altijd heftig. Oké, dan qua highlighter heb ik hier de highlighter van Essence. Deze heb ik al gehad ooit en toen had ik hem weggedaan na een tijd. En nou was dit dus weer de goedkoopste, dus heb ik hem weer opnieuw besteld. Dit was een fijne highlighter, alleen was hij te licht voor mij. Maar ja, ik ga hem dus gewoon nou weer opnieuw aanbrengen. Als highlighter kwast heb ik de Morphe R36 kwast. Voor mensen met een lichte huidskleur is dit best wel een fijne highlighter. Want kijk, hij is best wel heftig, ook gewoon heel mooi. Ik vond alleen de kleur gewoon niet geschikt voor mij. Dan de lippen. Ik heb deze Essence lipstick. Deze lipsticks van Essence met deze witte verpakkingen. Ik heb er al een aantal. Of ja, een aantal. Ik heb er echt veel. Echt 10 of zo. Deze zijn echt amazing. Ik heb de kleur 107 Wildside. Omdat ik al wist dat ik voor een vrij neutrale bruine ooglook ging door het paletje, dacht ik, ik neem gewoon een wat fellere lipkleurtje die ik normaal niet heel snel zou aanschaffen. En ja, deze lipsticks heb je echt in heel veel kleuren en zijn allemaal dezelfde prijs obvious. Dus ben ik gegaan voor deze kleur, die leek mij wel mooi. Maar van deze lipsticks weet ik al, amazing. Kijk deze kleur dan jongens, I love it. Het is geen rood, het is een beetje een mix van roze en rood of zo. Ik weet niet precies hoe je zo'n kleur moet beschrijven. Als jij weet hoe je zo'n kleur beschrijft, let me know beneden in de reacties. Maar het is een beetje een mix van roze en rood. Ik vind het een hele romantische kleur. Dit is echt zo'n lipkleur voor Valentijn op een date of zo. Ik vind het echt heel erg mooi. Als het laatste fixing spray, de Keep It Perfect spray van Essence. Deze ken ik niet. Hydrating, nou top. Oh mijn god, de spray is echt vreselijk. Eeuw, mijn gezicht is nou helemaal zo vlekkerig en nat. What the F. Oké, nou, deze spray is echt drie keer niks. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn full face met de goedkoopste make-up van Boozy Shop. Er zaten zeker een aantal goede producten bij. En ook een aantal wat slechtere producten. Het enige wat ik wel iets minder vond vandaag is dat ik niet echt iets nieuws heb ontdekt wat ik heel goed vind. Eigenlijk alles wat ik goed vind kende ik al. Dus dat vind ik wel jammer. Maar goed, jullie kennen misschien een aantal van deze geweldige make-up producten niet. Dus dan hebben jullie er weer iets aan gehad. Ik ga beginnen met wat ik slecht vond. En dat was deze Essence mascara. Hij was niet super slecht, maar Essence heeft zoveel goede mascara's. Waarom zou je in hemelsnaam dan deze halen? Deze Essence spray is echt vreselijk. Maakte mijn gezicht helemaal nat. De spray is helemaal niet fijn. Heel agressief. Dit oogschaduwpaletje, ja. Het heeft een oké lookje gemaakt, maar niet goed gepigmenteerd. Heel poederig en blendt niet fijn uit. En deze twee contourpaletjes van Technique, ik heb ook net verteld, ik vind ze allebei helemaal niks. Deze Essence primer is echt super, super goed. Deze had ik ooit gehad in PR en ik gebruik hem al sindsdien. I love it. Deze Wet n Wild blush, I love the kleur. Ik vind het echt fantastisch op mijn huidskleur. Deze Essence lipsticks weet ik al van een geruime tijd dat ik ze geweldig vind. Het zijn hele creamy lipsticks en super gepigmenteerd. Deze Catrice Camouflage Concealer is al een fave van heel veel van ons. Deze W7 poeder vind ik ook heel fijn. Veel en veel beter dan de W7 Banana poeder. Deze highlighter van Essence en bronzer. Allebei te licht van mij, maar als jij een lichtere huidskleur hebt, gaan ze vast wel goed werken voor jou. En deze Essence eyeliner. Deze en de waterproof versie, allebei. Ik vind ze echt amazing. Ze zijn echt een van de beste eyeliner. Liners stipt gewoon. Het enige wat minder is ze gaan snel op. Maar ja, ze zijn heel goedkoop. Dus ja, whatever. En deze foundation. Ja, dit is dus een matte foundation. Ik heb hem niet gebruikt. Er staat op dat hij echt 18 uur goed blijft zitten. Mocht ik hem nog vinden in een kleur die matcht met mij. Misschien bij de Kruidvat of zo. Dan ga ik hem zeker nog wel een keer proberen. Heb jij deze al? Laat ons even weten beneden in de reacties wat je ervan vindt. En of hij echt 18 uur goed blijft zitten op je gezicht. Nou, dit was het dan. Zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Als je dit videoconcept leuk vindt, laat het me weten door mij een like te geven en het mij beneden te laten weten in de reacties. Als ik dit concept ook moet doen met andere winkels, laat me weten welke winkels zou jij graag willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!